wat ons te wachten staat vandaag. Hè? Wat een raar begin allemaal. Wauw. Maar ja, maakt niet uit. Nee hoor. Ja, een hele goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer dinsdag. En wat ons te wachten staat, dat is eerst eentje binnen laten, geloof ik. Kom maar. Kom dan. Nee? Kom dan. Nou, ik kon niet zeggen, zo wil je erin. Jij hier ook in? Kom. Nee, die wil niet zo te zien. Nou. In ieder geval een hele goede morgen nogmaals, ja. Bij Corina en de Beestenboel. Ja, want daar zijn jullie weer aanbeland. Dit is ons kanaal. En dan heb je Rijka er ook. Ja. Hé? Mijn Beestenboel, maar kom. Wat ons te wachten staat vandaag, hè? Wat een raar begin allemaal. Wauw! Maar ja, maakt niet uit. Nee hoor. Ik moet met de meiden snel uit. Dan moet ik snel mijn scootmobiel pakken. Dan moet ik snel naar Mary toe. Die moet naar de dokter, want die kinderen, welke arm weet ik niet, bijna niet meer omhoog krijgen. Plus ze krijgt visite die ik moet opvangen. Dus ja, hartige spoed is hetzelfde goed, maar het moet gewoon. Dus ik denk niet dat ik daar dan kan vloggen, maar dat zien we dan wel weer. Ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele fijne dag. Uiteraard. Vanmiddag hebben we Stefan weer. En die moet met mijn wasdroger aan de gang, want die droogt niet meer. Dus ik denk dat die filter nodig schoongemaakt moet worden. Ja. En dat die dan weer wel droogt. De honden die zijn dus al aan het gek doen. Heb je ze of krijg je ze? Of is het allebei? Hé? Joe. Twibisch. Hé? Joe. Maar oké, dat dus allemaal. Ik ga opschieten, want anders kom ik er niet. Nee. Dus lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan, maar geniet ook zeker weer met ons mee. En tot later. Ik ben met de meisjes alweer thuis. Ik heb mijn sjaal omgelaten. Ik ben wel naar het toilet geweest. Ik ga mijn jas zo weer aan doen. Leg de rollator. Maar ik ga niet meer de rollator. Nee, dat is mij te ver. Het is trouwens, hoe laat leven we nou? 8:08. Mooie tijd. Dus ik ga vliegen vlog. Naar Mary naar huis. Ik heb wel een statiefje mee. De kleine. En we zien of we vloggen kunnen, ja of nee, of dat ik nog wat leuks tegenkom, ja of nee. Je weet me nooit, hè? Nee. De meiden zijn gek, ik geef ze wat lekkers, ze moeten het in eerste instantie gewoon liggen. Ik denk, nou zeg. Maar ja, die zit aan mijn tas te sneupen en ik hoef geen slijmneus eraan. Nee. En daar ligt er een. En ik ga... die kant op, dus ik ruim jullie op. Jullie gaan in de tasje en ik ken dat straks om mijn nek. Ze zeggen, lieve vrienden, ik heb zo jeuk op mijn voorhoofd, maar geniet. Het zonnetje is hier bezig, dus of ze er doorheen komt, weet ik niet. Maar laten we het hopen van wel. Misschien ook bij jullie. Ik zou zeggen, tot later. Lieve vrienden, ik ben dus vanochtend bij Mary geweest. Maar ja, het was hartstikke gezellig, hoor daar niet van. Maar die andere visite, die kwam niet. Nee. Mary had te vergist. Kan gebeuren, daar zijn we mensen voor. Maar dat thuis kwam, ik was zo moe. Zo moe, dat wil je niet weten. Het zonnewolk van mijn gezicht af te zien en lezen. Ik weet het niet, maar ik ben nog moe. Ik heb maar een uurtje erbij kunnen pikken. En ik heb afgelopen nacht ook maar... hooguit een uurtje geslapen en tussen 4 en 5 stond ik al in jurk te strijken, ja. Dus ik ben echt back en back af. Ja, dat heeft we niet, s'nachts door wat dan ook niet kan slapen, ja. En dan wil er eentje naar binnen,
Onze Gaddafi. Ja. Die wil ook pihé eten hebben, hè? Ja. Ja, man. Ja, is het zo? Ja, en Stefan, die komt zo, dus ja. Die komt, ja, tussen nu en 3:15. Dus ja. Daar wachten we gewoon lekker op. En die zijn ook weer gek aan het doen. Kan dat niet buiten? Hé, hey, naar buiten. Hallo dames, naar buiten. Ga maar naar buiten ermee. Hup, Rijka naar buiten. Weg eentje. Hup, ja. Niet te janken. Zo. Ja, en jij krijgt zometeen happy eten. Hè? Dan ben jij ook weer lief. Dus ja, dat allemaal. En nou ja, ik moet straks met Stefan naar de douche toe, want die moet van mij eventjes vragen of hij de wasdroger, de filter van schoon wilt maken. Ja. Zo'n hoop troep in zitten, denk ik. Maar oké. Die honden zijn gek. Dus ja, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is skier, de lucht die is heel, heel scherp. Het doet zeer aan je ogen. Dus er maar niet in kijken, althans hier bij ons. Hoe het bij jullie is, ja. Bij jullie kan het wel hoog stralen, mooi weer wezen, ik weet het niet. Maar hier is het skier. Het is bewolkt. Het zonnetje wilde wel door, maar het mag er niet door. Maar ja, maakt het allemaal niet uit. Ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag. Doe het met een lach. Doe ik ook. En geniet ook met ons mee. Ze kunnen wel lief zijn, als ze maar willen. Oh, mooi. Ja, lieve vrienden, het is, we zien, hoe laat leven we, 18:44. Jullie weten dat ik vannacht amper heb geslapen en dat ik tussen 4 en 5 al een jurk stond te strijken. En ik heb vanmiddag wel heel eventjes, nog weer eventjes op bed gelegen, maar dat was ook niet noemenswaardig. Dat ik ben back en back af. Ik zit hier ook bij mijn bureau half te slapen. Dat ik ga naar boven toe. En ik haal mijn make-up eraf. En ik kleed me lekker uit. Mijn pyjamaatje aan. En ik ga lekker slapen. En ik zie wel weer hoe laat ik eruit kom. Misschien zet ik de wekker wel even. Ik weet het niet. Maar ik ben zo geradberaakt. Dus ja, ik wens jullie allemaal een welterusten, tenminste eerst een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Daarna welterusten, slaap lekker en morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zal er vanavond nog een keer uitkomen, maar dan hoef ik in ieder geval jullie er niet meer bij te pakken. Nee, ik ga met die meisjes lekker naar bed. Gandalf heb ik ook al binnen, de poort heb ik op slot, zinkel de deur nog op slot, kan er niemand meer in. Dus ik zou zeggen, geniet, vergeet je zorgen en ga gewoon wat leuks doen. Ja, had ik anders ook gedaan, maar ik ben te moe, ja. En daarbij niet alleen nog te moe, maar ik heb ook heel veel pijn. Mijn knie wil niet, mijn rug wil niet. Dus ja, ouderdom komt met gebreken, hè? Daar moet je me mee dealen, zeggen we dan. Hè? Ja, maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en we spreken elkaar later.